oké, sorry. Dit was echt de allerslechtste Bond-imitatie aller tijden. En ik weet ook wel dat de kans niet zo heel groot is dat ik gecast zal worden als de volgende 007. Maar ik heb al die jaren al wel een behoorlijke fascinatie gehad voor misschien wel de stoerste filmfranchise aller tijden. En met name voor al die auto's die James Bond onder zijn billen heeft gehad. En ik ben daar belangen na niet de enige in. Dus iedereen die iets met Bond heeft, moet de komende maanden hier naar Brussel komen. Want in de Expo in Brussel is deze tentoonstelling aan de gang. Bond in Motion. 6000 vierkante meter met 50 voertuigen die echt in de films hebben gespeeld. Dus geen replica's, geen namaak, het echte spul. En we gaan vandaag een eerste kijkje nemen. Volgens mij zit het zo. Iedereen heeft zijn of haar James Bond. In mijn geval is dat Pierce Brosnan. Ik ben een kind van de jaren 90 en toen ik James Bond films begon te kijken, was hij 007. En in 2002 was hij te zien in misschien wel letterlijk en figuurlijk een van de coolste achtervolgingsscènes ooit uit deze franchise. In Die Another Day reed de Bond-villain Zhao in deze Jaguar XKR, terwijl James Bond in zijn Aston Martin V12 Vanquish uit zijn klauwen proberen te blijven op een mega groot ijsmeer in IJsland. Echt waanzinnig. Het geeft me nog kippenvel als ik erover praat. En deze is niet zomaar een Jaguar XKR, voor de duidelijkheid. Er zit een Gatling gun op, er zitten mortieren in de flanken, er zitten hittegevoelige raketten in de neus. En dit is dus allemaal echt. And this was the actual car that was part of the filming? Yes, it was. Yeah, we had four of each. We had four Jaguar XKRs and we had four Aston Martins. And initially, when we went to the meeting with the director, you know, we were just going to talk about the car chase. Right. And then he mentioned that he would really like it if it was on an ice lake. So when he said that, we decided it was probably a good idea that we had the four-wheel drive versions of the cars. So I went to Jaguar and Aston Martin and said, look, we've got this great sequence, we need four of each cars, and if you can, we'd like the four-wheel drive versions. Right. To which both companies replied, well, actually, we don't have any four-wheel drive versions. So they gave us four cars of each, from four Astons and four Jaguars, and my special effects team converted them to four-wheel drive. But also, we had to think about the safety of the drivers, you know, because we were doing explosions on ice. So all the cars were fitted with water-activated flotation bags. So if the unlikely event that they went through the ice, these would automatically inflate and keep the drivers right afloat. Voor autofabrikanten zijn James Bond films ook uitgelezen mogelijkheden om nieuwe modellen meteen aan het grote publiek te tonen. Zoals in 2021 Land Rover dat de nieuwe Defender voor het eerst aan de wereld toonde nog voordat de auto in de showroom stond. Deze auto werd volledig aan puin gereden op de Schotse hooglanden in weer een waanzinnige achtervolgingsscène. En dat vind ik tof aan James Bond. Er wordt zo min mogelijk CGI gebruikt, dus zo min mogelijk computertechnologie om die stunts mooi in beeld te brengen. Deze auto heeft echt op zijn lazen gekregen. En we hebben net verteld, in de beelden die je ziet is computertechnologie alleen gebruikt om het gras weer netjes groen te maken. De rest is echt wat je ziet. En nog een leuk weetje. Deze moddersporen op de zijkant, dat is geen modder, dat is verf aangebracht door de kunstafdeling van de James Bond films. Ja, er ligt weliswaar een echt stukje Schotland nog in deze auto en de schades zijn echt, maar voor de rest word je af en toe een beetje voor de gek gehouden. Maar in vergelijking met andere moderne films is James Bond nog echt, echt. There are cars, there are miniatures, and there's even a metro carriage here. Is there anything you do throw away after filming a Bond movie? No, we keep everything we can. Why? So, because we want to reshare the experience with the public. Right. And also it's educational for people who want to know about filmmaking, to be able to see the objects. We do have multiples. Right. So we don't keep absolutely everything, but we keep a sample of most everything. How many artifacts are there in the storage unit? Oh, there is a huge amount. On the database, I think for the physical database, physical objects. There it goes. Yay! That's fantastic. You're almost in the film right now, yes. Right? Yeah. Father, would you guide our faith? Ga
Kijk, dit bedoelen ze dus met Bond in Motion. Dat vind ik wel gaaf aan deze tentoonstelling, dat er ook echt dingen gebeuren zoals je ze kon zien in de film. Zoals hier, No Time to Die, de DB5 van Aston Martin, die in het Italiaanse plaatsje waar menig Lancia Thesis zijn einde vond, aan het ronddraaien is met de mitrailleurs achter de koplampen. Fenomenaal. En ook dit is dus een auto die daadwerkelijk gebruikt is in de film. Maar oké, als ik dan toch een beetje zout op de slakken mag leggen, als je goed gaat kijken, dan zie je dat ook deze auto is voorzien van een paar filmtrucjes. De schade aan de zijkanten van deze nogal zeldzame Aston Martin, dat is geen schade, dat zijn stickers. En ja, dat wist ik ook niet, maar dat is ook gebruikt in de film. What would you say is the number one thing people should see at this exhibition? Well, there's a couple of things that nobody has ever seen before. And that's what I love about this, is we finally have the space to take this out of storage. It's been in storage for 10 years, waiting for its moment of glory. It now has it. The crashed full-size helicopter from the Westminster Bridge sequence inspector is here. It hasn't had its moment until now. And so that's great. So I hope people can enjoy those, especially because they haven't ever been seen before. Nou, zeg het maar. Is dit hem? De meest iconische auto van Bond aller tijden? De Lotus Esprit uit 1977, The Spy Who Loved Me? Denk het wel, hè? Sowieso de enige auto die Roger Moore ooit wist om te toveren tot een amfibievoertuig. Geniale en iconische scène. Deze tentoonstelling heeft trouwens ook nog een klein Hollands tintje, want dit is de pijplijninspectiecapsule, zeker, het is een woord, waarin Jeroen Krabbé, Nederlands acteur natuurlijk, zich als generaal Georgi Koskov liet transporteren naar het westen. Het is maar dat je het weet. Andere Nederlandse tintjes die ontbreken, want Bondgirls Famke Janssen of Daphne Dekkers zul je hier niet vinden. Het is wel serieus gaaf, hè? Gewoon het echte spul dat hier ligt. Maar Jorrit, ik vind James Bond films gaaf. Jij hebt er echt een soort passie van gemaakt, hè? Jamesbond.nl, daar ben jij van. Ik wist niet dat het bestond, maar wat vind jij nou zo waanzinnig aan James Bond? Nou, James Bond is gewoon de beleving. Als man wil je Bond zijn en als vrouw wil je de Bondgirl zijn. En je kan er gewoon heerlijk in verdwijnen. Ja? Je zet de film op. Het is gewoon even twee uur plus. Even wie is jouw favoriete James Bond? Pierce Brosnan. Ja, ze gaat de GoldenEye met dat enorme... Nou, we gaan alweer lopen te nerden, zie je. Het zit toch dieper dan je denkt. Ja. Maar als je zo rondloopt op deze tentoonstelling, wat is dan wat bij jou blijft hangen? Gewoon de schaal. Het is echt enorm. So everything we see in that sequence is actual filming. There's no CGI involved, or is there? I can't remember any CGI. It might have been a little bit of painting out, but right. The explosions were all real. The gadgets, as you can see, were all real. We fired real rockets. It was a ballet of a sequence, you know, when they were spinning around on the ice. I think it had a surrealness to it that you don't normally get in a car chase. But I remember watching Die Another Day, this sequence gave me goosebumps. Yeah. How do you enjoy or experience it when you are a part of that whole adventure? I enjoy it and experience it when I see the premiere. You know, when you're filming it, you're dealing with the everyday challenges of, you know, to get the grip, you know, we had to have spikes in the tyre, all specially produced. You know, I felt sorry for the stunt guy, George Cole, driving this because you know, it was minus 20 out there and he's in the soft top with a bald head. So he was frozen every time he did a take. But in the film, this whole sequence is about a few minutes. How long does the whole preparation for you and the whole filming of the sequence take? Well, this was a particularly long project because, you know, A, we had to convert the cars to four-wheel drive. So that was 3 or 4 months straight away. Right. Simultaneously, the gadgets were all being made and installed. It was probably 8 months before we from the very conversation till we were ready to shoot the sequence. Hey, en stel je zou één van deze echte Bond spullen mee naar huis mogen nemen, één van die auto's in je woonkamer zetten, wat zou je dan doen? Oeh, ik vind dat zo'n lastige vraag. Want ja, daarom stel ik hem ook. Uiteraard, nee. Het is heel makkelijk om te zeggen, we pakken de DB5 en dan pakken we gewoon twee, want er staan er volgens mij wel twee of drie. Ja. Ik denk dat ik toch voor de Z8 ga. En dat is misschien een hele rare keuze, maar die auto is zo verschrikkelijk mooi gelijnd. Zo'n prachtige ode aan de 507 uit Zeker. Mijn hoofd, ja? De BMW. En ja, het is mijn favoriete James Bond. Ik heb er al een keertje in mogen zitten. Het zit
Zit heerlijk. Het past wel. Ja, het past wel. Ja. Geniet nog even van de voorstelling. Dankjewel. Veel plezier. What would you say was the was your personal highlight of being a part of the Bond franchise? I think my personal highlight, aside from what we were achieving on the screen, was the confidence and encouragement and the resources that, you know, both Cubby, Michael and Barbara gave to me to live out my dreams. You know, I was able to dream up these mad, wonderful things like the tank chasing GoldenEye, the metro train coming down the ceiling, and they ran with it. And not only did they get something on the screen, which obviously better than film, it gave me personal enjoyment that I'd dreamt up these wonderful sequences and been able to immortalize them in a Bond film. Yeah. You're one of the few, actually. Well, in this day and age, it's so easy to, you know, I'm a big fan of CGI, but, you know, it's so hard to get a director. You know, the Bond franchise has always wanted to be based in reality. Christopher Nolan's another one who always wants to be based in reality. And, you know, I'm a firm believer that as great as CGI is, you know, you can always tell the difference between something based in reality and a CG. Excellent. And, you know, I think it also, it creates the audience are fascinated by how things are done and the stories and the challenges that have gone towards achieving all these in-camera special effects and stuff. Right. But this is actually working. Can you just show us one rocket? Just one rocket? What do you mean, show you one? Yeah, just show it, how it works. No. Just fire one rocket. Not without. Why not? Destroying half the exhibition. Ja, dat zou inderdaad zonde zijn om een deel van die expositie op te blazen. Wil je zelf nog een kijkje komen nemen hier in het Expo in Brussel? Zou ik zeker doen. Er is meer te zien dan je denkt. Dan kan dat tot 14 mei 2023.